Dat zijn eigenlijk de twee leukste dingen in ons leven. Biertjes drinken en spelletjes spelen. Breda Nu. Je weet het meteen. Nou, we zijn nou bij het Cube Café hier bij Stek. En ik zie een heleboel mensen heel ingewikkeld kijken. En er schijnen hier allerlei spelletjes gedaan te worden. Dus ja, ik hou wel van spelletjes spelen. Dus we gaan eens even een kijkje nemen. Ik heb net even een cadeautje gekregen. Ja, laat me raden. Een spelletje. Ja, absoluut. Ja, een spelletje. Hey, en waarom spelletjes? Ja, het is eigenlijk al heel lange tijd een hobby van ons om spelletjes te spelen. En laatst was jij in Krakau in Polen. En daar hebben we echt een spelletjescafé gezien. Waar er gewoon een hele wand was met spelletjes. En waar mensen konden pakken en een biertje doen. En dat zijn eigenlijk de twee leukste dingen in ons leven. Biertjes drinken en spelletjes spelen. En wij dachten eigenlijk, waarom is dit niet in Breda? Waarom is dit niet bij ons in de omgeving? Waarom kunnen wij daar niet heen? En toen zijn we het zelf maar een soort van gaan organiseren. En ja. Nou, dit is het resultaat. Ja. Hey, en van wie zijn al die spellen die hier op tafel liggen? Ze zijn van ons, dus onze privé collectie. Ja. En die delen we graag met andere mensen om de community op te bouwen in Breda. Hey, maar dat zijn hele grote luxe spelletjes. Maar ben je dan ook niet bang dat dat er dan iets mee gebeurt? Okay. Als de dood. Oh, ja, dat nog niet. Ja, ja. Ja, nee, tuurlijk. Tuurlijk is het een hele stap om die aan wildvreemde mensen dan om zomaar te laten gaan. Ja, aan de andere kant, je doet het altijd samen, laat me zeggen. En als ik nu zie hoe voorzichtig en zorgvuldig daar mee om wordt gegaan, dan denk ik, ja, waarom niet, inderdaad. En ja, het ergste wat kan gebeuren is dat er een keer een bier overheen gaat. Of cola of wat dan ook. Ja, ongelukken gebeuren. Mijn persoonlijke collectie is ongeveer 50 spellen, waarvan ik ongeveer zo 14 hier nu heb staan. Ja. Ja. En wat is jullie absolute favoriet? Spel. Roots. Roots. En die heb ik net maandag binnengekregen. En die ik wacht al eigenlijk bijna een jaar op. Bijna een jaar. En waarom een jaar? Omdat het uitverkocht is. En ook de pre-orders zijn uitverkocht in Europa, Azië en Canada. Dus ik moet eigenlijk bestellen in Amerika. Naar mijn zuster in Amerika en dan doorsturen mij. Hey, en hoe vaak is er nou, wordt het? Want dit is de eerste keer dat jullie hier dit organiseren. Hoe vaak gaat het gebeuren? Nou, in eerste instantie doen we het elke week op donderdag van 7 tot 11 ongeveer. Soms iets eerder, soms iets later. Mocht het nou echt aanslaan, dan gaan we kijken, kunnen we het met meer mensen groter maken of zo. Weet je wel? Dus we gaan even zien wat voor mensen komen er nou. Hoe leuk vinden mensen het? Blijven we een beetje een klanditie houden? In eerste instantie gewoon eens per week. Kijk hoe dat loopt. Hey, een spelletjescafé. Jij bent hier de eigenaresse van. Ja. Hoe zijn ze bij jou gekomen? Nou, eigenlijk via een gemeenschappelijke kennis. Zij waren op zoek naar een plek. En ik had die plek, dus waren ze getipt van, joh, ga daar eens vragen. En ik was eigenlijk gelijk enthousiast. Hey, druk bezig met een spelletje. Welk spel zijn jullie aan het spelen? Munchkins. Vertel, hoe moet het? Kort. Ik weet het niet. Maar ik ben best goed bezig. Ja? Ja? Is dat beginnersgeluk? Dat is alleen maar beginnersgeluk. Het heeft verder nergens mee te maken. Jij wordt nou gewoon verplicht om dit spel te spelen? Nee. We zijn hier vrijwillig aankomen schuiven. Nee, dus nee. Maar niet denken, maar ja. Maar waarom het spel? Doos zag er leuk uit. Ja.